Hallo Jay. Hi. Hi. Gisteravond postte jij een foto op Facebook van een nieuw ontwerp wat binnenkort van je uitkomt. Een gratis ontwerp ook nog eens. Heel veel reacties kwamen erop, maar eigenlijk kwamen er ook best wel veel vragen over het feit dat jij de draad om jouw vinger heen wikkelt. Waar heb je dat geleerd? Dit manier geleerd van mijn moeder. En ik vind het prettig om te mee te werken. Oké, maar waarom doe je dat zo? Kan je het laten zien? Waarom doe ik dat zo? Ik vind prettig, eerste reden, omheen wikkelen. En ik kan wel sneller werken. Oké, en kan je het ons laten zien? Ja, natuurlijk. Haal ik de draad in mijn hand en dan wikkel ik een paar keer om mijn vinger heen. Ja? En dan vast ik andere vingers met mijn handwerk. En dan haak ik zo verder. Oké, laat eens zien. Want we zijn natuurlijk benieuwd hoe je dat doet. Want iedereen kan zijn draad om zijn vinger heen wikkelen. Ja. Maar we zijn nu benieuwd hoe jij dat doet, omdat we het in Nederland anders gewend zijn. Want dan trekken we de draad strak Ja. en gaan we gewoon haken. Maar jij doet hem om je vinger heen. Ja, klopt. Nou, laat maar eens zien. Dan is die bijna op. En dan, wat doe je dan? En dan doe ik zo verder wikkelen. En dan haak ik verder door. Oké. Hey, en nu je toch bezig bent, Ja. wat ben je eigenlijk aan het maken? Ik ben aan het een sjaal ontwerpen. Een sjaal aan het ontwerpen. Ja. Hey, en kan je al iets laten zien? Laat het me zien wat je tot nu toe hebt gemaakt. Want je bent gisteravond begonnen, zei je. Ja. Ik ben gisteravond begonnen. Ik ben bijna van de rand is klaar. En dan komt hier straks heel veel kleur aan. Oké. Een rechte sjaal, klopt dat? Zie ik dat Ja, goed? dat wordt een rechte sjaal. Oké. Nou, bedankt voor je uitleg Ja, en graag graag tot de gedaan. volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.